Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Indonesische ambassade viert 78 jaar onafhankelijkheid Indonesië. Regering kondigt ontwikkeling ruim 60 verkavelingsprojecten aan. Minister Raghubar Singh informeert parlement over staff level agreement met IMF. En diploma uitreiking aan COFAP geslaagden. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder vice-president Ronnie Brunswijk en president Chandrika Prasad Santokhi, zijn aanwezig geweest bij de viering van 78 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Deze activiteit werd op 31 augustus gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Zowel ambassadeur Puyanto als het staatshoofd memoreerden de historische banden tussen beide landen in hun toespraak. Wij brengen u het volgende verslag. Ambassador, ladies and gentlemen. On this special occasion, which also signifies our interlinked connection and strong bond of friendship, I wish good health to President Joko Widodo and the people of the Republic of Indonesia. May we celebrate the strong and solid bilateral relations between Suriname and Indonesia and the prosperity of well-being of our people. Terima kasih. I'm very happy to celebrate this Independence Day, and I'm very happy that President Republic of Suriname, His Excellency Chandrika Prasad Santokhi, is attending this celebration. Also, Vice President Ronnie Brunswijk is also attending this. This is very nice, and number of ministers also coming here, so that it is an honor for me and for Indonesia that President and Vice President and Minister attending this celebration. And it's also a promise of the President that he will visit Indonesia soon? Yes, certainly. Hopefully we can arrange this, we can organize this planned visit. Certainly we will see. But certainly it is high time for both countries to have exchange of high-level visits. And how do you see the bond between Suriname and Indonesia? Yeah. Indonesia and Suriname have very good relations, not only as a friendly country, but also brotherly country. We are brother and sisters, because some part of the Indonesian descent is becoming citizen of Suriname. So approximately 14% of the Suriname's population is in Javanese or Indonesian descent. That is, we have a very strong bond with Suriname. De regering gaat ruim 60 verkavelingsprojecten die de afgelopen jaren zijn blijven liggen, ontwikkelen. Binnen het landelijk woningbouwprogramma fase 1 is reeds een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de kavels op Rebere. Op vrijdag 1 september 2023 werd vervolgens het startsein gegeven op de projecten aan de Pipripinweg en de Merveijeweg in het resort Santo Buma, eveneens in het district Wanica. President Santokhi benadrukte dat Suriname over genoeg grond beschikt, zodat een ieder in aanmerking kan komen voor een stuk perceel. Dit land heeft veel grond. We zijn een enorm groot land. Elke burger moet een stukje grond kunnen krijgen om te kunnen bouwen, met name jongeren.
Alleen moet ervoor zorgen dragen dat iedereen één krijgt. Dat is er voldoende voor ieder. Maar als je zulke zware projecten wil uitvoeren voor de toekomst van het land, dan moet je ook serieuze bestuurders hebben. Moet je serieuze regeerders hebben. En dat is waar je nu alvast als volk van Suriname moet beginnen na te denken. In wiens handen wilt u uw toekomst plaatsen? En denkt u goed na dat u dat niet doet door leiders daar te zetten die u armer gaan maken, die uw grond gaan afpakken, die uw olie gaan afpakken, die uw rijkdom gaan afpakken. Dat willen we niet. Maar dat wordt ook wat er al is. Vandaag is het fundament creëren voor het land Suriname om een goede toekomst te bouwen. Vandaag is het moment om een fundament te creëren voor jullie allemaal, om een goede toekomst hier te bouwen. Vandaag is het moment om een goed fundament hier te creëren, dat je huis kan bouwen. Dat je met je gezin hier goed kan leven. Met zekerheid. Een dak boven je hoofd hebt. En dit is wat wij als regering doen. Faciliteren, ondersteunen. Maar jumbo. En bouwing. Maar het zal heel pijnlijk zijn, mevrouw Gita. Als ik na 6 maanden hier kom. En ik zal die ontwikkeling van het project zien. En daar zie ik een te koop, en te koop, en te koop, en te koop. Gaat pijnlijk zijn, hè? Gaat heel pijnlijk zijn. Dat zijn mensen die geen grond nodig hebben. Dat zijn mensen die geld nodig hebben. Ja? Maar laat het niet gebeuren. Laat het niet gebeuren. Mijn mensen, ik ga jullie allemaal feliciteren. Laat u goed begeleiden in het project. Ik heb net begrepen van enkele personen, net hier terwijl ik hier zat, dat hun BV toen de tijd niet afgerond was. Of dat hun toewijzing nog niet afgerond was. Maakt u contact met de commissie daar op het kabinet van de president. Alle personen. Om na te gaan wat de status is van uw perceel. En aan de andere kant ga ik vragen dat ze samen met Glis even nagaan hoeveel mensen toen wel bewilligd hebben. En zij die niet bewilligd hebben, die gronden zullen vrij zijn. En dan gaan we een registratie maken, zoals we dat doen. En kijken wie dringend nodig heeft, zoals die mevrouw daar zegt, voor landbouw, voor tuinbouw of voor woningbouw. En die gaan we met prioriteit geven. Net zoals we dat gedaan hadden met het Sabaku-project. Met presentieel besluit, alles geblokkeerd. En 140 percelen zijn nu vrijgekomen. En die worden verdeeld aan personen met een beperking. De personen die bij Ruma zitten. Alleenstaande moeders die geen huis hebben. Jongeren die geen huis hebben. Die krijgen die percelen. Daar zo mensen die het dringend nodig hebben om te kunnen bouwen. Mijn mensen. Met deze mededeling hoop ik dat daar waar nog een beetje vrees is, je las je groen. Dat je groeit, ik geef je vandaag 1 garantie. Ik ga niet rusten totdat het laatste perceel dat afgepakt is, teruggegeven zal worden. En als we naar de rechter ervoor moeten gaan, dan gaan we naar de rechter. Maar we gaan het teruggeven. God bless you. Thank you. Minister Stanley Ragubashing heeft het parlement op donderdag 31 augustus 2023 geïnformeerd over het Staff Level Agreement voor de derde review met het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Deze overeenkomst werd woensdag bereikt. Het betekent volgens de bewindsman dat de IMF-missie eerder deze maand succesvol is geweest.
Tevens is het reden om verder te gaan met het programma. Minister Raghubar Singh bedankte in het bijzonder het college voor getoonde leiderschap. Wij nemen u terug naar de toespraak van de bewindsman. Voorzitter, voordat ik inga op de alle belangrijke bijdragen en vragen die zijn gekomen uit uw college, denk ik dat het goed is dat ik u meedeel dat gisteravond staff level agreement is bereikt met het IMF voor de derde review. En dat betekent dat de missie van het IMF die hier geweest is en gewerkt heeft begin deze maand, dat die missie naar gevoelen van de leden van die missie en het IMF, dat een succesvolle is geweest en dat er reden is om door te gaan met het programma in de samenwerking met Suriname. En ik denk dat het is niet de gewoonte om te verwijzen naar het persbericht, maar het is goed dat derden verwoord hebben wat wij ook wel eens verwoorden. Maar ik denk dat het beter is dat anderen zeggen van dat wij met z'n allen op de goede weg zijn. En voorzitter, ik wil daarbij dank uitbrengen aan uw college. Omdat als er successen geboekt zijn, als er stabiliteit ontstaat, als we door het moeilijke traject heen gaan, dan is dat mede dankzij het leiderschap dat getoond wordt vanuit uw college. Ik zeg dat niet voor mooi mooi. Ik zeg dat zeker in het kader van deze laatste derde review die geweest is, omdat ik weet dat de IMF-missie deze keer ook gepraat heeft met de leiding van DNA, gepraat heeft met de coalitie en dat het deze keer ook gelukt is om met de oppositie te praten. Wij denken dat dat alleen waarde heeft toegevoegd aan die missie, aan het werk en aan de case Suriname. Ik kan niet dat uit tweede hand vertellen, uit eerste hand niet, want ik was niet bij die gesprekken aanwezig. Maar ik kan u wel zeggen dat de gevoelens die geuit zijn daarna door de IMF-missie over die gesprekken, die ze overigens ook hebben gehad, met dezelfde waardering met de president en de vicepresident, maar zeker de drie gesprekken die geweest zijn met de leiding DNA, met de coalitie en met de oppositie, dat die in belangrijke mate bijgedragen hebben tot het goede resultaat. Ik heb gisteren, sinds die bekendmaking, heel veel steunbetuigingen ontvangen, heel veel dankbetuigingen, heel veel gevoelens van hoop, het gaat de goede kant op. Voorzitter, ik denk dat een belangrijk deel van die felicitaties en die hoop en die steun, dat die dank, dat een belangrijk deel daarvan uw college toekomt. Voor de rol die uw college vervuld heeft, heel concreet in deze missies, maar ook in het geheel van deze regeerperiode. De medische zorg is weer enkele gediplomeerde verpleegkundigen rijker. Op vrijdag 1 september 2023 heeft de groep afgestudeerden bij het EFS College COVAP hun diploma in ontvangst mogen nemen. Op deze heugelijke dag werden de geslaagden onder meer toegesproken door de onderdirecteur clusteronderwijs COVA. Alle geslaagden. Ik ben niet in de positie om jullie bij naam te noemen,
maar ik feliciteer alle geslagen. En ik doe dat uit de grond van mijn hart, omdat ik weet hoe hard u heeft gewerkt om vandaag hier te zitten. Maar terwijl ik u feliciteer, wil ik u ook een ernstige boodschap meegeven. En dat is, vandaag is het glas half vol of half leeg. Toch, Sandra? Het glas is half vol of half leeg. En wat bedoelt mevrouw Jones daarmee? Er is voldoende ruimte om het glas te blijven vullen. En gaat u dat alsjeblieft doen. Vullen met kennis. Vullen met discipline. Vullen met dedication voor het uitoefenen van dit beroep. Vullen met liefde voor de zieke mens. Vullen met liefde voor Suriname. En dan zult u merken dat niets en niemand u tegen kan houden. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.